plichtsgetrouw, erg gelovig en op zichzelf. Dat typeert de 22-jarige Maria van der Zanden. In 1994, op 6 augustus, gaat ze een eindje fietsen in de bossen bij Putten. Ze verdwijnt. Spoorloos. Ik weet dat ik in mijn leven altijd heel hard mijn best heb gedaan. Misschien soms wel te hard. Het zal wel goed komen. Mijn inmiddels overleden oma heeft vroeger een dergelijke ervaring gehad op mijn leeftijd. Ze wilde iets heel graag, probeerde het, deed erg haar best, maar toch ging het niet door. Weet je, het is niet zo leuk als een bepaalde weg doodloopt. Maar ik wil niet anders dan geloven dat er ook voor mij een toekomst is. De wil is er wel. Maar ik weet de weg nog niet. En op het moment lijkt het me toe dat ik om grote stappen te ondernemen nog te weinig support heb. Daarom wacht ik nu maar rustig. Voor alles is een tijd, staat toch in Prediker. En ik vond het nu hoog tijd om jou te schrijven, Uriel. Soms vind ik het wel jammer dat jij helemaal in België woont. Ja, Maria was een heel vriendelijk meisje. Ik heb met haar op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort gezeten. Wel een stil meisje, introvert, maar ze deed altijd heel hard haar best op school. En ze was ook heel gelovig. Er waren maar weinig mensen die Maria van der Zanden echt goed kenden. Maria was erg op zichzelf. Urielle van der Smisse was een van de mensen die wat dichter bij Maria stond. Nadat ze van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort afgaat, keert Urielle weer terug naar Kortrijk in België. 18 jaar na de verdwijning van Maria zijn de brieven die Urielle en Maria aan elkaar schreven nog de enige tastbare herinnering aan hun vriendschap. Telkens als ik aan de Evangelische Hogeschool denk, dan denk ik aan haar. Of als ik eens mijn fotoboekje opensla, dan zie ik haar. Op een verjaardagsfeestje van mij was ze ook uitgenodigd. Ja, als ik haar brieven... onlangs heb ik de zolder opgeruimd en kwam ik haar brieven terug tegen. En ja, telkens als je dat ziet, dan word je er weer aan herinnerd. Ja. Maar ik ben echt blij dat ze ook wel heel diep gelovig was. Dus als ze zou gestorven zijn, dan weet ik waar ze nu is. Het is zaterdag 6 augustus 1994. 10 dagen voordat Maria op vakantie gaat naar Spanje. Ook deze zaterdag loopt de temperatuur weer hoog op. Maria gaat nog even genieten van het mooie weer en ze stapt op haar fiets voor een toertochtje. Dan leek er ook op alles dat het inderdaad een simpel fietstochtje werd. Ze was luchtig gekleed, ze had een rugzakje bij zich met een paar kleine spullen bij zich. Later toen we in huis hebben gekeken bleek dat inderdaad paspoort, alles qua geld, alles was nog gewoon thuis. Dus alles wees er gewoon op dat het ook gewoon een simpel fietstochtje werd. Aan het begin van haar fietstocht zwaait Maria nog naar een buurvrouw. Ze is waarschijnlijk de laatste die Maria ziet. Wat ik mij herinner was dat ze echt gesteld was op haar privacy. Dat ze echt gelukkig was in de verbouwde garage waar ze woonden, het huis naast haar ouders. Dus ja, zomaar weglopen, dat past helemaal niet. Ja,
de avond heeft op een gegeven moment de vader gebeld naar de politie of er iets over ongelukken bekend waren omdat Maria niet thuis was gekomen. En de volgende ochtend is de politie dan bij hem geweest. Toen bleek dat Maria dus niet terug was gekeerd. En dan begint inderdaad ons onderzoek. 10 rechercheurs worden op de zaak gezet. Ook Urielle krijgt een telefoontje van de recherche. Ik weet het nog heel goed. Ik zat toen op school. Ik studeerde voor verloskundige. En ik werd geroepen door de directrice. En ze zeiden mij, ja, de politie van Gelderland is aan de telefoon. Kan je eens antwoorden? En ik antwoordde toen. En ja, ik was echt erg geschrokken. Ik had het echt niet verwacht, zoiets. Ik heb al haar brieven nog eens doorgenomen en ja, ik vroeg mij af wat is er eigenlijk gebeurd met haar. Alles is mogelijk. Weet je, het is niet zo leuk als een bepaalde weg doodloopt. Maar ik wil niet anders dan geloven dat er ook voor mij een toekomst is. Het woordje dood valt nu echt op. Dus ja, maar ja. Op dat moment zal ze zich dat nog niet gerealiseerd hebben. Veel liefs Maria. En dan de Bijbeltekst. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. 1 Johannes 4, vers 9. Wat ze hier schreef klinkt echt hoopvol. Er lijkt ook niks ergs aan de hand te zijn. Ja. Niet om je zorgen over te maken. Ze heeft trouwens ook een foto opgestuurd waar ze viool op speelde. Nou ja, je krijgt van allerlei mensen natuurlijk diverse verhalen te horen. En zo was er ook de optie, werd er genoemd, dat ze op een gegeven moment in een klooster zou kunnen zitten. Dus dan worden vervolgens die contacten gelegd van zou dat een mogelijkheid kunnen zijn, hoe gaat dat en hoe werkt dat. En dan bezoek je ook dergelijke kloosters. Maar ook daar kwamen we niks van Maria mee tegen. Tegelijkertijd bekijkt de politie mogelijk andere scenario's. Ook het ex-vriendje van Maria wordt nader onderzocht. Net voor haar verdwijning heeft Maria een relatie met een moslimjongen. Het is bekend dat ze verkering gehad heeft met een Egyptenaar. En die weigerde, of Maria stelde de trouw uit. Hij had haar ten huwelijk gevraagd. En soms denk ik van, ja, misschien is er een soort wraakactie gebeurd. Van, als ze niet wil, zullen we haar ontvoeren. En zullen we haar dwingen om te trouwen. Dus daar heb ik, dat is eigenlijk mijn hoofdgedachte. Ja. Tuurlijk zijn ze allemaal tegen het licht aangehouden. En ze zijn ook gehoord. Maar niemand heeft een stempel gekregen dat echt verdachte. Want dan waren we misschien ook een stuk verder gekomen. Maar zover is het nooit gekomen. Alle opties worden uitvoerig onderzocht. Zelfmoord, een vrijwillige verdwijning en een misdrijf. Maar eind september 1994 moet de politie bekennen dat ze geen enkel aanknopingspunt meer hebben. Het team van 10 rechercheurs dat onderzoek doet naar Maria wordt afgebouwd. Op 16 juli 2004 verdwijnt de Utrechtse Ilona Nemeth. In 2005 duiken er foto's op met de Utrechtse en Maria van der Zanden daarop. De politie denkt aan een verband tussen beide zaken en ziet de mogelijkheid om de zaak van Maria te heropenen. Dan denk je ook, helaas, ook dit niet, want bij elke tip heb je dan toch weer de hoop van, zou dit het dan zijn? Begin 1994 wordt Christel Ambrosius verkracht en vermoord. Dit gebeurt vlakbij de plaats waar Maria van der Zanden voor het laatst is gezien. Als Ron P. in 2008 wordt opgepakt voor de moord op Christel, komt hij ook direct in beeld bij het onderzoek naar Maria. Natuurlijk hadden we natuurlijk nauw contacten met het onderzoeksteam wat zich toen al bezig hield
met de moorden rondom Christel Ambrosius. Maar dat hadden we ook met het team wat zich bezighield met de verdwijning van Ilona Nemeth in Utrecht. Dus met al die teams hadden wij nauw contact. Maar er was verder geen enkele link die ons daarin verder bracht. Maar dan ineens wordt uit het niets de mogelijke fiets van Maria van der Zanden gevonden. Rond Koninginnedag 2006 kwam op een gegeven moment een fiets boven water. Die inderdaad alle kenmerken had wat leek als zijnde de fiets van Maria. Zo werd het ook verteld van zou het niet de fiets van Maria kunnen zijn. Vervolgens is de fiets helemaal uitgerecenseerd. We konden hem vanaf de Koninginnedag terugbrengen naar de verzamelplek waar alles is aangeleverd voor die rommelmarkt. En daar liep het spoor helaas dood. We hebben nooit 100% te horen gekregen, dat is de fiets van Maria. Dus ook dat is uiteindelijk niks geworden, helaas. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, omdat wij zouden leven door hem. 1 Johannes 4, vers 9. En ik zelf wil natuurlijk graag weten met Maria, maar zeker voor de familie, voor de aanverwanten en omdat moeder inderdaad helaas nu is overleden, hoop ik natuurlijk dolgraag ook voor de vader dat hij uiteindelijk nog te horen krijgt wat er met zijn eigen dochter is gebeurd. Als je je uiterste best doet om haar terug te vinden en het gebeurt niet, dan, ja, dan moet je je er jammer genoeg bij neerleggen. Dan probeer ik de dingen zo te zien dat God alles in handen heeft, dat hij alles onder controle heeft en dat hij al op voorhand wist hoe het leven ging verlopen met Maria, welk plan hij met haar heeft. En dan de enige troost die ik dan kan putten is dat ik het alles bij hem laat en haar in zijn handen geef. Of ze nu leeft of niet, als ze niet meer leeft, dan is ze bij hem in de hemel. Ja.